De oppositie in de Nationale Assemblée heeft vandaag voor dat de regering het transactiedocument in de Alcoa-kwestie wilde aannemen, een tegenamendement ingediend. In deze motie zijn alle voorstellen voor de regering en de Alcoa opgenomen. Het amendement is een herziening van de wet wijziging van de Brokkeponde-overeenkomst van 1958, die nu in het parlement in behandeling is. Chandrika Prasad Santokhi benadrukte dat alle fracties van de oppositie achter dit amendement staan. Santokhi vindt dat de regering niet beseft dat het hier om een nationale zaak gaat. Voorzitter, wij van de oppositie hebben gekeken naar de documenten. Wij zien een paar van de voorstellen terug die ook aan deze kant gedaan zijn, maar ook aan de andere kant. Maar daarnaast zijn nog zoveel andere voorstellen gedaan, voorzitter. En op grond daarvan willen wij van de oppositie een amendementsvoorstel indienen waar we integraal naar al die voorstellen gekeken hebben en al die voorstellen hebben uitgewerkt en aangegeven hoe het gewijzigd zou moeten worden. Dat wil ik aan het parlement aanbieden, voorzitter. Kan lid Santokhi afronden, alsjeblieft? Ja, lid Santokhi. Dat ik die amendementsvoorstellen indien, voorzitter, waarbij alle oppositionele partijen achter staan, met het verzoek, laten we er naar kijken. Maar laat er ook ruimte zijn dat we daarover kunnen praten, ja, aan beide kanten, en dat we eensgezind namelijk daarover een besluit nemen en dat we allemaal heel serieus kijken naar de verschillende voorstellen die gedaan zijn. Laten we dat als een pakket bekijken, holistisch bekijken, integraal bekijken en niet een beetje hapsnap, voorzitter, want dat gaat niet in het belang zijn van ons. Goed. Niet in het belang van het parlement, maar ook niet in het belang van het land, voorzitter. Amzat Abdul van de coalitie vindt dat de commissie wel concrete voorstellen heeft gedaan aan de regering. Hij zei dat als er nog vragen zijn, minister Akinboto van Natuurlijke Hulpbronnen wel in staat is deze te beantwoorden. Voorzitter, ik ben in elk geval blij dat men aangeeft dat er voorstellen zijn gedaan en dat die voorstellen bekeken dienen te worden. We zitten al 3 dagen hier te discussiëren over de wijziging van de overeenkomst en over de 2 ontwerpwetten zoals die zijn ingediend. En er zijn daadwerkelijk concrete, voorzitter, voorstellen gedaan. Ik kan u meegeven dat de meest principiële zaken waarover de Nationale Assemblée zich heeft uitgelaten, wel in elk geval voor mij te vinden zijn in het transactieprotocol document. Indien er zaken zijn waarop er niet ingegaan zijn, dan verwijs ik de leden naar de betoog van de minister, de beantwoording van de minister, waarbij hij ook aangegeven heeft waarom hij niet mee kan gaan met een aantal zaken. Maar, voorzitter, ik vind het wel goed dat tenminste lid Santokhi, de fractieleider aan de overkant, aangeeft dat we verder kunnen gaan met de discussies. En ik kijk naar u, indien er resterende vragen zijn die misschien nog beantwoord zou moeten worden door de minister, dan kan de minister alsnog daarop ingaan. Maar voorzitter, we zijn toch nog op dat punt gekomen en dat doet me goed dat we verder kunnen gaan met de behandeling van de overeenkomsten, van de wetten en dat we de orde kunnen voortzetten zoals die bepaald, voorzitter. Dank u wel. Tot zover NDP-parlementariër Amzat Abdul vandaag in de Nationale Assemblée. De oppositie heeft een tegenamendement ingediend in de Alcoa-kwestie.